voorstelling? Wel, De Zwette. De Zwette is eigenlijk... het gaat over mij. Het gaat gewoon over mijn leven. En over verschillende aspecten in mijn leven. Het gaat over van waar ik kom, want omdat ik toch van een speciale familie afstam, begint mijn leven voor mijn geboorte. Er is van alles gebeurd, maar daarvoor moet je het stuk komen bekijken. Zodat ik hier in België beland ben, dus eigenlijk hier in Lembeke. Nu een deel van Halle, maar toen nog een Vrijstaat. En Lembeke, dat is de ontmoeting met mijn pleegmoeder, mijn pleeggezin. En later is er zo'n soort spanning ontstaan in mij tussen de relatie dat ik had met mijn echte moeder en de relatie dat ik had met mijn pleegmoeder. En dat is allemaal niet zo simpel geweest. En dan ja, gewoon het leven van een zwarte man in een blanke omgeving, in een black man in a white world, dat is voor mij effectief zo geweest. En daar zijn hele leuke momenten geweest, maar dat zijn ook echt vreselijke momenten geweest. En daar vertel ik allemaal over, van toen tot nu. Nu, waar ik nu aan toe ben, nu ik 60 geworden ben, onlangs. En dat doet een mens wel eens even nadenken over feiten. Het is ook zo dat men mij eigenlijk al 40, 50 jaar vraagt, Erik, van waar kom jij? Hoe ben jij hier geraakt? En ja, je vertelt dat altijd en meestal is mijn antwoord van ga maar zitten, want we zijn vertrokken voor 2-3 uur. Want er is heel veel te vertellen. Nu, ik ga de mensen ook in 2-3 uur naar de Zwette laten kijken en luisteren. Het wordt een programma van ongeveer een uur en een kwartier, een anderhalf uur. En het is ja, allerlei thema's komen aan bod. Nu zwemmen Afrikanen over de Middellandse Zee, ze geraken er niet altijd. Nee, ik ben niet zwemmend naar hier geraakt. Ik kwam toe met een legervliegtuig, een militair vliegtuig. En omdat dat vluchtelingenprobleem, de vluchtelingenproblematiek eigenlijk altijd maar groeit, denk ik dat het ook tijd is om dat er hier en daar wel stemmen naar boven komen die willen duidelijk maken aan iedereen. Er is geen algemeen verhaal. Wij zijn allemaal individu's met ons eigen verhaal. En je mag daar ook geen veralgemening van maken, want dan zou je eigenlijk veel mensen zich fout behandelen en fout begrijpen, waardoor spanningen nog erger worden. Dat stuk is ook geen, hoe zou ik zeggen, geen betuttelend of moraliserend ding. Helemaal niet. Ik wil zeggen, ik draag geen haat, ik draag geen wrok. Het is eigenlijk eerder eens vertellen wat er gebeurd is en vertellen hoe ik dat beleefd heb. En eigenlijk werken aan een betere wereld in mijn kleine mate. Dat hoe ben je op het idee gekomen om een voorstelling te maken? Ja, buiten het feit dat ze het mij altijd vroegen, geen voorstelling van te maken, maar van Erik. Maar ja, als ik iets wil uiten, ze heeft mij ook vaak gezegd van Erik, schrijf een boek. Maar ik ben geen schrijver. Ik ben een muzikant, ik ben een podiumartiest, ik ben acteur, als je dat zo wilt noemen. Maar ik ben geen schrijver. Als ik schrijf, dan een echte schrijver die is bezig met het woord. Ik ben gewoon bezig met ideeën. En dus dat is wat anders. En dus schrijven, nee, er een show van maken, ja. Dat zit in mijn kunnen ook. Hè. En het is eigenlijk effectief begonnen toen ik ooit in De Pannen aan zee een optreden moest doen met één collega, met een saxofonist. En dat was in een achterzaaltje van een café. De Gerokte Noring. Het accent is niet geworden, maar dat was de Gerokte. Dat was zo'n kilt, een vis met een kilt aan. Maar dat was bij meneer van Zeebroek. Fantastische kerel. Maar toen kwam ik in die zaal en ik zag dat daar allemaal stoelen zaten. Dus ik dacht van, ik ga de mensen hier niet kunnen doen swingen. En als de mensen binnenkwamen, zag ik dat ze allemaal ouder waren dan ik. Dus ik dacht, ja, swingen gaan we het hier niet doen. Ik moet dat
over een andere boeg gooien. En toen dacht ik, misschien is dit het moment om mijn verhaal te vertellen. Maar dan heel spontaan, spelen, hè, even vertellen, spelen, even vertellen. En dat was eigenlijk een succes. De mensen vonden dat boeiend, interessant. En dat was een heel groot succes. Nu ondertussen ben ik ook dan terug naar Afrika moeten gaan, omdat mijn mama, mijn Afrikaanse mama, overleden was. En zij had mij altijd gezegd, spreek of schrijf niet over mij zolang ik leef. In 2016 is ze gegaan, even een paar jaar om de ideetjes op hun plek te zetten. En dan was de teaser, de vonk dat het hele boelje deed ontploffen, was een telefoontje van een leerkracht van een school in Brasschaat, een college in Brasschaat, die mij ooit De Babbelboom, mijn productie voor kinderen, had zien brengen in dat college. En die dat fantastisch vond en die mij belde om te vragen, Erik, heb jij iets voor zoiets, maar voor volwassenen? En toen zei ik, nee, maar ik kan dat wel maken. En toen, met de ideeën en de inspiratie van toen, met mijn kennis van nu en de opportuniteit om ineens het grootste te doen met een hoog budget om mijn muzikanten te betalen, ben ik er meteen aan begonnen. Op een week tijd was de zwette getekend, geschreven bedoel ik. En toen hebben wij dat gebracht voor 150 leerkrachten van Brasschaat. En ik heb aan die mensen nog gevraagd, kunnen jullie na de voorstelling nog even blijven zitten en mij kritiek naar mijn kop gooien? Gewoon positief, dat is altijd plezant, maar daar leer ik niks mee. Het is vooral het negatieve dat mij interesseert. En ik stel u altijd vragen van, is dit wel de moeite waard? Mag ik dat wel brengen? Kan dat staan op zichzelf? Daar heb ik allemaal ja's op gekregen en dan was er de kritieken die altijd terugkwamen, waren altijd exact dezelfde en over één bepaald stuk in het stuk, waardoor ik heel simpel wist wat ik er moest aan veranderen, heb ik dan heel snel gedaan. En wij hebben nog twee voorstellingen voor we naar Halle komen, dus er zal ondertussen nog van alles veranderen. Er zal nog, het stuk zal nog wat moeten groeien, ook muzikaal gezien, want sommige dingen dat we gepland hadden, zijn discreet nu, maar moeten veel meer naar buiten komen. Zo. En ja, voor ons, mijn twee muzikanten, mijn pianist Steven Jacobs en mijn percussionist Michelangelo Bazzone, die dus alle twee ook zingen in het stuk, is het nu duidelijk geworden waar we naartoe gaan, want ik heb daar één repetitie voor georganiseerd. En dan gezegd, mannen, concentreer u, neem notas. En dat is spannend. Ze kennen mij nu al 25 jaar, dus ze weten al een beetje hoe ik reageer. En voilà, dus nog twee voorstellingen, nog één in Hoboken. Dan nog eentje in Merksem, Berchem, excuseer. En dan komen we naar Halle. En ik ben de mensen van de volharding ontzettend dankbaar. Want ik gooide de foto met de titel op Facebook en binnen het uur, denk ik, waren er drie partijen die mij wilden boeken. En de volharding heeft dat met veel volharding gedaan. Waardoor ik eigenlijk, they made me an offer, I couldn't refuse. En ik heb gewoon gezegd, oké, ik doe het voor hen. De andere, pech, maar volgende keer misschien.